Er zat toch volgens mij een ronde bal op mijn vlaggenmast. Die mis ik. Met een derde stofzuiger, maar die is niet zwaar. Met één hand zelfs te tillen. Ja. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 30 december. Ja, en morgen oudjaarsdag. Ja, de laatste dag van het jaar. Maar ik wens jullie ook van harte welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ik ga zo meteen de hondjes uitlaten. Als ik terugkom, dan drink ik mijn bakje koffie op, die dan alweer aardig is afgekoeld. Dan ga ik mijn booster pakken, als het tenminste te knap weer is. Dan ga ik het suikerbrood pakken, dat doe ik in mijn voormandje. En dan tuig ik de grote dame in. En dan ga ik samen met de grote dame naar Merit om die suikerbrood af te leveren. Ik hoop dat het lukken wil, want nu op dit moment regent het een beetje. Ja, ik weet niet wat het wil. Ik zie daar blauwe lucht, bewolking. Ik zie licht van de zon. Dus ja, heel raar allemaal. En de honden die zijn momenteel een beetje lastig ook. Maar ja, doet er niet toe. Ook moet ik eigenlijk nog zien te trachten om boodschappen te doen. Lukt dat allemaal niet, doe ik dat morgen. Ja. Dus, maar oké, het komt dan gewoon weer goed. Ja hoor, dus ik zou zeggen, hou goed. Wel vol goede moed, hè. Ik ben helemaal in de war, jongens, hoe komt dat? Nou ja, het zijn we allemaal wel eens. Ja toch? Draadje los in je hoofd, zeg ik dan. Ik zal even wat kerstverlichting aandoen. Zo, hoppla. Dat blijft uit. Want daar moet de stekker eerst nog van in. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Gewoon hou vol goede moed. Dan komt het ook gewoon weer goed. Ik zie nog een wortel. Nee, die is ook los. Oh nee, die is naar boven toe. Oh ja, nou dat kan dus ook. Nou ja, het zal mijn worst wezen. Hij doet het gewoon niet. Nee, hij doet het niet. Nee. Anders had er al wat samen te komen, toch? Denk ik. Maar wie ben ik? Ja, hij is gewoon uitgedroogd. Hij had veel eerder overgeplaatst moeten worden. Maar ja, wie zit er nou ook eigenlijk in zo'n klein laag bakje een bol? Doe dat de bakje dan hoger of weet ik veel wat en anders geen bol erin. Ja, ik weet het anders ook niet. Er zit je er wat in voor kunst. De rest is toch ook kunst? Ja, althans niet die takken, maar de sterretjes kunst, de cadeautjes kunst, er zit een bordje takken, nou ja, dat is allemaal namaak, laat maar zeggen. Die dennenappel, nou die is helemaal rood gemaakt. Dus ja, nou ja, oké, ik heb er nou een kaars erin die ik gewoon niet aansteek. Nee, hoeft ook niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook een hele fijne, liefdevolle middag toe. Geniet ervan, en ga ik ook proberen te doen en ik zou zeggen, tot later. Ja, doei. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben niet naar Merit geweest, want het regent om de havenklap, want het is daar roetje donker. En bij boven zee wordt het lichter. En ik zie een klein stukje blauwe lucht. Maar hoe weer we richting de kerk gaan. Wow, wat een donkere lucht. Oh, mijn hemel. En het begint alweer te regenen. En ik wil wel even nog een boodschappen. Ja. Hé, ik mis wat, geloof ik. Of legt dat aan mij? Nee, ik mis wat. Er zat toch volgens mij een ronde bal op mijn vlaggenmast. Die mis ik. Nou ja, oké. Ik kan er niks aan doen. Nee. Nee, die mis ik nou pas. En ik heb hem ook nergens gezien. Nee, helemaal niet.
Raar, hè? Je zou denken, die vind je dan ergens op straat, plat gewalst of wat dan ook, maar nee. Of gewoon in de tuin, maar nee, ook niet. Ach, lieve schat, er is niks. Elwing, er is niks. Zijn burengeluiden. Ja, dat zijn burengeluiden. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik ga tussen de buien doorgaan. Ik dus even om boodschappen te doen. En ik had ook mijn GoPro eigenlijk weer opgeladen van als ik al naar Meri toe ga met Elwing, dan neem ik die mee. Dan hadden jullie haar kunnen zien waarschijnlijk. En dan gaat me wat is app weer. Maar oké, daar zal ik zo meteen ook even naar kijken. Maar ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag en blijf lekker binnen met dit natte weer. Er is niks aan om buiten te zijn. En het is dan ook niet fijn, dan ben je liever binnen. Doe leuke spelletjes met je kleinkinderen of wat dan ook. Ja, je hebt ganzenborden. Je hoeft niet altijd via op de computer te zitten. Nee, ga wat leuks doen. En ben je alleen, ga een boek lezen of ga lekker muziek luisteren, televisie kijken of wat dan ook. Ja toch? Er zijn zoveel dingen te doen. Of anders ga je in je huis aan het werk, ga je shoppen. Ja, moet ook eens gedaan worden, toch? Maar oké, ik zou zeggen, tot later, doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, net weer binnen. Ik heb de boodschappen binnen, maar ik heb mijzelf even verwend. Met een derde stofzuiger, maar die is niet zwaar. Met één hand zelfs te tillen. Ja. Zo is hij wel te zien, dacht ik, hè. Ja, en anders doen we hem eventjes. Mag ook zo. Ik denk dat het ook wel te zien is. Ja. Dus ja, ja, heel goedkoop. Het is nog een tristar ook, zie ik nou pas. Het is een 2-in-1. Dus ik kan een kleine de tafel opzuigen. De bank. Maar ik kan ook de grond gewoon met de grote tuin doen. En schrik niet, hij was maar 30 euro. Dus wie doet me wat? Goedkoop toch? Dat laat je niet gaan. En dat bij de volmarkt. Bij de supermarkt. Dus ja. Je kan daar dus ook cadeautjes kopen voor onder de kerstboom of voor Sinterklaas. Maar ja, dat is nou dus alweer geweest. En dan gaat de telefoon. Even kijken. Ah, dat is Karin. Hey, schat. Hallo. Ik ben net even aan het vloggen, want ik ben blij. Wat? Nou, jij hebt ook zo'n ding. Zo'n stofzuiger zonder zakken, waar je geen zakken in hoeft te doen. Oké. Heb ik nu ook. Van Tristar. Van wie? Het merk Tristar. Maakt nog reclame ook. Ai, en ik word niet betaald. Nee, ik word niet gesponsord. Nee. Maar ja, oké, lieve vriend. Ik zou zeggen, ik ga mijn boodschappen zo ook even opruimen. En ik zou zeggen, graag tot morgen maar weer. Doedeliedokies. Doei.